Maurits Sasankan heeft gisteren een eredoctoraat ontvangen. Hij heeft deze eretitel ontvangen op grond van zijn prestaties. De universiteitsdocent Jerry Egger hield de aanwezigende verkorte cv van Sasankan voor, waarbij hij de nadruk legde op de opleidingen en de rol die de eredoctor heeft gespeeld in alles rond geschiedenisopleidingen en onderzoek in Suriname. Sasankan is dankbaar dat de universiteit hem een eredoctoraat heeft verleend voor zijn verdiensten op wetenschappelijk gebied. Hij hield een rede over de toekomst van het historische bedrijf, een terugblik en perspectief 1975 tot en met 2020. Sasankan plaatste enkele kritische kanttekeningen bij de roep voor herschrijving van onze geschiedenis. Niet om mensen te kwetsen, het is zelfreflectie om te kijken wat wij als samenleving in mijn ogen plicht hebben te doen. Hebben wij de kennis over dat verleden in voldoende mate en op de juiste wijze overgebracht op onze jeugd? Onderwijs en andere vormen van middelen om de samenleving in te lichten, bewust te maken van die geschiedenis. Hebben we dat in voldoende mate gedaan? Want als je gaat kijken naar historisch besef, als we enquêtes zouden houden, quiz houden. Ik heb het vaak bij studenten, bachelor, derdejaars, tweedejaars, derdejaars gezegd. Ik kan een quiz organiseren met MULO-leerlingen. Universiteitsstudenten met MULO-leerlingen. Zeggen, nee meneer. Want de kennis over onze geschiedenis, 0,0. Waarom? We leren alleen maar voor de repetitie. En één dag na de repetitie is alles vergeten, meneer Kara. Alles. Dat is treurig. En wat moeten wij daaraan doen als leraar, als opvoeders, als docenten? Op welke wijze hebben wij geprobeerd historisch bewustzijn bij te brengen aan de Surinaamse bevolking? Dat is dus wat ruimer dan alleen maar aan de jeugd. Dit zijn vragen die wij ons als samenleving kritisch moeten stellen. En ook als bestuur van de universiteit, kijk naar bestuursleden, is het taak. De universiteit is een ontwikkelingsuniversiteit vanaf 1968. Wat is onze bijdrage tot de ontwikkeling van Suriname met betrekking tot dit aspect? De promotor van Sasankan, professor Menke, zei in zijn laudatio of lofrede dat de eredoctor nooit helemaal het spoor van zijn ouders heeft verlaten. Net als zijn vader moest Sasankan in moeilijke tijden doksen kweken. Menke bleef ook stilstaan bij verschillende perioden in de carrière, loopbaan van de eredoctor. Zo gaf hij onder andere aan dat Sasankan als de bewaker en vernieuwer van onze archieven gekenmerkt mag worden. Inspanningen sinds 1999 voor vernieuwing van de archiefwet wierpen de vruchten af toen jij minister was in 2006 en de wethoudende regels betreffende het archiefwezen een feit werd. Je vervulde daarbij een cruciale rol bij de teruggave van Surinaamse archieven, maar ook uit Nederland, Den Haag, maar ook bij het institutionaliseren, dat was heel belangrijk, van archieven in Suriname. Met als absoluut hoogtepunt het fantastische, moderne archiefgebouw aan de Jagannath Laxmanstraat. Jouw Caribisch netwerk, plus de contacten in India, gaven een enorme internationale boost met netwerken tot in de Pacific, de Grote Oceaan. Ik denk aan de eilandengroep van Fiji, Mauritius in de Indische Oceaan, Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië, om een paar landen te noemen. Maurits, jij was tijdens de internationale conferentie van 2011, nog vers in mijn geheugen, in Mauritius, over contractarbeid, getransformeerd tot een breed geïntegreerde wetenschapper. Je weet het misschien zelf niet, je had toen een enorme sprong voorwaarts gemaakt. En jouw eerste initiatieven uit de jaren 80, als je dat nog kan herinneren, om een breed proefschrift te schrijven over contractarbeid met Javanen, Chinezen en Hindustanen, dat werd
waarschijnlijk al tijdens jouw ministerschap 2005 tot 2010, toen je misschien ook meer wetenschappelijke rust had, werd getransformeerd naar een smaller en dieper thema van resistance. Jack Menke, de promotor van Maurits Hasankan, die gisteravond is bevorderd tot eredoctor in de geesteswetenschappen. De erepromotie heeft plaatsgehad in de Centrumkerk.